Wanneer je als leidinggevende in je team aan de slag wil gaan met diep democratische besluitvorming of consentbesluitvorming, is het belangrijk om je vooraf goed bewust te zijn van waar je wil insteken in de besluitvorming. We zeggen vaak dat voor leidinggevenden die met inclusieve besluitvorming aan de slag gaan, er twee metaskills heel erg belangrijk zijn. De eerste is neutraliteit, en die heb je natuurlijk nooit helemaal als leidinggevende. Neutraliteit is een metaskill waar leiders in zullen dansen. Je hebt een zekere neutraliteit in het beluisteren van alle stemmen en je hebt ook je eigen mening. En in Deep Democracy verwoorden we die metaskill met lean in, lean out. Als ik inleun, dan zeg ik mijn eigen mening en vertel ik mijn eigen verhaal, laat ik mijn eigen voorstel horen en als ik uitleun, dan kan ik luisteren naar alle stemmen en voorstellen die er zijn. Dat is een eerste metaskill, die neutraliteit. Maar een tweede metaskill, daar wil ik het in dit fragmentje nog meer over hebben, is helderheid. En helderheid als leidinggevende die een besluitvormingsproces leidt, kan je op verschillende vlakken zien. Helderheid in de communicatie bijvoorbeeld. Als jij vanuit de ik spreekt en als jij heel duidelijk je eigen mening verwoordt, als jij kort en bondig bent in wat je wil zeggen, en je daarin geen indirecte communicatie of indirecte formuleringen gaat gebruiken, is er veel kans dat medewerkers aan tafel ook deze vorm van heel directe, ik-gerichte communicatie gaan gebruiken. Je bent als het ware een rolmodel in die heldere communicatie. Iets anders waar we helderheid in moeten hebben, is ook helderheid in wie wat betekent aan de tafel. En daarin doen we in Deep Democracy niet flauw. Als jij de leidinggevende bent, ben je ook heel erg duidelijk de leidinggevende. En soms worden er dingen van een leidinggevende ook terecht verwacht dat die bepaalde zaken op tafel durft leggen. Of dat die bepaalde knopen kan doorhakken. Dus de helderheid in wat we de rangorde noemen aan de tafel kan ook een heel belangrijke vorm van helderheid zijn. En een derde vorm van helderheid is ook de intentie waarmee je de besluitvorming start. Als we spreken over participatie is dat vaak zo'n vaag woord. Want wat bedoelen we eigenlijk als we mensen meer willen laten participeren in de besluitvorming? Of als we mensen meer willen laten samenwerken rond iets? Waarom willen we hen dan eigenlijk laten samenwerken? Waarom vragen we hun participatie? Wel, daarin denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat er misschien drie ingangspoorten zijn voor een besluitvorming. En dat we vooraf als leidinggevende goed nadenken over waar steken we eigenlijk in met die besluitvorming. Een eerste manier om een besluitvormingsproces te starten kan zijn dat je eigenlijk zelf met een vraag zit. Je zit met een bepaald probleem of je zit met een bepaald idee en daar wil je graag een heel open dialoog over. Wel, als je zelf verder nog geen enkel idee hebt van de richting waarin dit uitgaat en je staat echt open voor alle voorstellen, dan kan je in onze stapjes van besluitvorming instappen bij stap 1. Waarin je alle voorstellen en meningen en overtuigingen op tafel krijgt. En natuurlijk leg je ook jouw mening, idee, voorstel rond dit bepaald probleem voor. Dat is een duidelijke stap die je kan zetten om de discussie heel breed en heel open te starten. Waarin we daarna op zoek gaan naar die tegenstemmen en ook tot besluiten kunnen komen. Maar dan is het duidelijk dat jij niet al een soort richting hebt bepaald. Een tweede manier om in te steken in de besluitvorming, en die vinden we even diep democratisch, voor alle duidelijkheid, is dat jij soms als leidinggevende al een voorstel hebt. Je hebt al een bepaald plan in je hoofd van waar je misschien naartoe zou willen, maar wat je heel belangrijk vindt is dat er draagvlak zou komen voor dat plan en nog veel belangrijker ook is dat je misschien zelf ook nog met een soort twijfel zit of een nee-stem in jezelf voelt en denkt, goh, ik wil toch echt ook eens checken of ik alle alternatieven goed gehoord heb. Misschien zit er expertise in mijn team die een heel ander plan of idee zou kunnen opleveren. Dus je hebt een plan of voorstel, maar je staat nog wel open voor de andere stem. Dan steken we in bij stapje 2. Als leidinggevende in de besluitvorming zal je dan heel open en transparant jouw voorstel of plan op tafel leggen. En dan ga je niet meer bevragen naar en wat zijn nog alle andere voorstellen. Nee, je gaat heel actief eigenlijk vragen, heeft er iemand een heel ander idee? Dus je gaat eigenlijk vooral nog de nee-stem op tafel proberen te krijgen. En die nee-stem, daar gaan we dan actiever mee aan de slag. We bekijken of dat die gedeeld wordt en van daaruit kunnen we ook opnieuw naar een besluitvorming gaan.
een derde manier om in te stappen. En ook die manier kan heel erg diep democratisch zijn, is wanneer je als leidinggevende al een besluit genomen hebt. En hoe kan dat nu, zal je je afvragen. Een leidinggevende die een besluit neemt, dat is toch bij voorbaat autocratie? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Want wat doen we in deep democracy als we als leidinggevende al een besluit genomen hebben en we willen graag draagvlak? Kunnen we dat besluit ook nog in het team brengen? Maar we gaan natuurlijk op dat moment, we hebben ons besluit genomen, het heeft geen zin meer om andere voorstellen op tafel te krijgen of hen te vragen om nog met andere besluiten te komen. Nee, we gaan meteen eigenlijk insteken op stap 4. En stap 4 is de vraag, wat heb je nodig om mee te gaan in dit besluit? En zo maak je van jouw besluit een inclusief besluit. Want je gaat kijken wat jouw team nodig heeft om mee te kunnen gaan in dat voorstel, dit voorstel te gaan implementeren, dit voorstel te gaan uitvoeren. En zo krijg je een besluitvorming waar je actief naar een draagvlak zoekt. En dat kan een heel grote meerwaarde zijn om ervoor te zorgen dat genomen besluiten niet stuiten op weerstand en dat er ook een heel stuk wijsheid nog van de groep kan meegenomen worden. Wijsheid die wij soms vanuit onze leidinggevende positie niet kunnen zien of voorzien.